Wat is er vandaag allemaal te doen tijdens het Indonesian Food Festival? Sowieso veel lekker eten, verschillend eten. Ja, een beetje entertainment, Indonesisch entertainment, normale entertainment. Gewoon gezellig samen zijn en lekker eten. Welke mensen komen hier vooral op af? Zijn dat vooral de Indonesische mensen of ook gewoon mensen die, die op de campus zitten hier? De Indonesische mensen organiseren het, dus zoals je ziet zijn er veel Indonesiërs zelf. Maar als je weer kijkt, dan komen ook gewoon studenten van allerlei afkomsten ook hierop af. En het is ook een beetje centraal, dus ja, als je naar buiten komt, ga je ook gewoon kijken wat er gebeurt toch. Ja, wat is nou een typisch Indonesisch gerecht wat je hier kan krijgen? Nasi rames. Nasi rames krijg je sowieso. Nasi kan iedereen rijst, kip, Indonesisch gekookt. Ja. Ja, dat beetje. En ja, dan heb ik ook gewoon traditionele Indonesische eten, die niet heel bekend is, maar dat is dat de bedoeling, om dat een beetje bekendheid te geven. En staat vandaag in het teken van Indonesië ook van een Indonesische cultuur. Wat is het verschil de Indonesische cultuur met die van de Nederlanders? Ja, ze houden zich heel veel bezig met de gemeenschap. Veel samen doen, samen koken en samen gezellig zijn. Ja, Nederlanders doen dat ook, maar Indonesiërs doen dat anders. Veel in familieverband, dat denk ik wel. Echt wat je vandaag ziet is echt typisch Indonesisch. Samen met z'n allen wat leuks, moois opbouwen en dan dat je echt een resultatie van wauw, we hebben wat samen neergezet. Ja, klopt, inderdaad. Precies zo. Ja, samen gezelligheid maken, lekker eten, dat is belangrijk.